Heb je er altijd van gedroomd om beroemd te worden? Dan is nu je kans. RTL zoekt mensen in Friesland die willen figureren in Moordvrouw. Dat is de nieuwe tv-politie-serie met Wendy van Dijk in de hoofdrol. En De Mol maakt deze serie in en om Leeuwarden in opdracht van RTL 4. Het uiterst professionele Leeuwarden politieteam staat voortdurend onder hoogspanning om dreigende catastrofes het hoofd te bieden. Complicerende factor daarbij is de komst van regisseur Fenna Kremer, een eigen gerijde moordvrouw die met haar onorthodoxe en confronterende aanpak niet alleen criminelen ontmaskert, maar ook haar eigen collega's tegen zich in het harnas jaagt. Het hart van de serie wordt gespeeld door Wendy van Dijk en naast haar René Soutendijk als teamchef van het politieteam. Daar ziet u ook Thijs Reumer en Gava Voort in het hol. U speelt de grote hoofdrol Fenna Kremer. Wie is dat? Het is een impulsieve, eigen gerijde, verstrooide, maar toch wel zeer bekwaam in haar vak dame. Lijkt een beetje op jou? Dat bekwaam in ieder geval wel. Dat verstrooide al heel erg. Bekwaam ook wel. Ik denk wel, zij is wel een beetje een loner en ik ben wel een heel sociaal dier. Dus dat zal een groot verschil zijn. Maar wat ik wel heel erg leuk vind, is dat ze zo eigen gereid is en dat ze zo de eigen weg gaat. Moordvrouw is razendsnel televisiedrama. Met verhalen van nu. Markante persoonlijkheden in de hoofdrollen en een oogverblindend decor. Friesland. In het voorjaar van 2012 is de serie bij RTL 4 te zien. De personages van deze vlijmscherpe, realistische en adembenemende serie worden vertolkt door niemand minder dan Wendy van Dijk, René Soutendijk, Thijs Reumer, Porgy Fransen, Gava Voer in het Holt en Ahmed Akkabi. Ik denk dat elke Friese toneelspeler hier graag aan meedoet. Je kunt je aanmelden via figuratie.moordvrouw@endemol.nl.